Zoom zoom! Hey lieve kids, wat leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag was weer een hele bijzondere dag. Ik heb weer enorm veel meegemaakt en dat zit allemaal hier in mijn dagboek. Kijken jullie mee? Hey, daar is Bibi, Bibi erbij. Hey, daar is Bibi, kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, kom maar lekker bij. Bibi. Vandaag was een hectische dag. Ik ben er nog steeds helemaal ondersteboven van. Vandaag gebeurde iets onverwachts. Iets wat ik helemaal niet zag aankomen. De dag begon zo goed en zo gezellig. Zoom zoom, deze zijn heerlijk, Bibi. Hoe heb je deze gemaakt? Oh, Bo, dat is een geheimpje hoor. Dit is al jaren een familierecept. En familierecepten horen binnen de familie te blijven. Een geheimpje dus. Hé, wat flauw, Bibi. Ik ben toch ook een soort familie van jou? Ja, maar Bo, wij hebben toch helemaal niet hetzelfde bijenbloed? En toch vind ik het gemeen. Weet je wat, Bo? Als troost mag je altijd bij mij honingkoekjes komen eten. Zoveel je maar wil. Dat is lief, Bibi. Ik vind dat zo lief van jou, Bibi, dat ik voor jou nog even wat honinglimonade ga halen. Ach, Bo... Wat ben je toch een echte gentleman? Dum-di-dum-dum-dum. Hier moet toch ergens wel dat receptenboek liggen? Bo, lukt het allemaal? Waar blijf je nou zo lang? Ja, Bibi, alles onder controle. Ik heb wat honing laten vallen op de grond. Ga maar gauw weer terug zitten. Ik kom er zo aan. Oké. Doe je voorzichtig, Bo. Tot zo dan. Ja, zoom zoom. Zo, ja, oké. De oven aan op 170 graden. Ja. En dan een theelepeltje honing. Zoom zoem. En wat roomboter. Zoom zoem. En, oh ja, en een ei. Eens even zien, een ei. Waar heeft Bibi haar eieren nou verstopt? Allemaal toch lang. Maar ja, Bo heeft echt gezegd dat het goed gaat komen. En dat het er echt zo aankomt. Ik neem er nog een honingkoekje aan. Ah, daar zijn ze. Oké. En nou even roeren. Wat nou, geheimpje? Bibi denkt zeker dat ik niet bakken kan. Nou, ze moet maar eens zien. Ik bak de lekkerste honingkoekjes voor haar. Dan hoeft ze het nooit meer alleen te doen. Roeren. Help! Bo! Wat gebeurt hier allemaal? Je zou alleen even wat limonade... Wat is dit allemaal, Bo? Ik wilde zo graag bewijzen dat ik wel honingkoekjes kan bakken. Oh, Bo toch. Ik heb toch ook nooit gezegd dat je dat niet kan? Ja, maar ik mocht het recept niet hebben omdat ik geen familie was. Ja, precies, Bo. Dat betekent dat het recept alleen gemaakt mag worden door familieleden. Niet dat het recept alleen kan gemaakt worden door familieleden. Iedereen kan toch gewoon koekjes baken? Nou, dat is dan wel gebleken. Alles is mislukt. Ik geloof inderdaad niet dat het helemaal jouw talent is. Geef dat receptenboek maar gauw weer terug aan mij, waar het hoort. Nee, inderdaad. Het spijt me, Bibi. Ik zal het nooit meer doen. Het is je vergeven, Bo. Maar beloof me dat je nooit meer dingen achter mijn rug ontdoet. Ik zat de hele tijd op je te wachten in de woonkamer. En je kwam er niet. Dat beloof ik, Bibi. Het is al goed. Kom eens hier. Zoom, zoom. Wat was dat een rotzooi in die keuken van mij, zeg. Samen hebben Bo en ik de hele keuken schoongemaakt. En we hebben samen nog honinglimonade gemaakt, want daar had ik de hele middag op zitten wachten. Dus die kreeg ik nog te goed van Bo. Gelukkig heeft Bo ervan geleerd. Niet zomaar stiekem dingen achter iemands rug te doen, ook al is het vast goed bedoeld.
Ik denk dat Bo voorlopig even geen koekjes meer gaat bakken. Dan ga ik nu lekker slapen en dromen over deze hectische dag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en druk op het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer! Hey, daar is Bibi!